onderlopen van garageboxen, onderlopen van woningen, onderlopen van winkels. Dijken die niet meer bereikbaar zijn voor hulpdiensten. Bejaardentehuizen die onderlopen. Ja, alles. Door de klimaatverandering zullen we in Nederland steeds meer te maken krijgen met extreme droogte en met hevige regenbuien. Maar helaas is onze leefomgeving daar nog niet voldoende op aangepast. Hoe maken we Nederland nou klimaatproof? Nou, daarvoor ga ik een paar tips verzamelen en ik hoef niet al te ver weg te gaan, want hier in de gemeente Houten zijn ze al heel druk bezig. Het is een vraagstuk wat we niet alleen op kunnen lossen. Dus we zijn natuurlijk niet eigenaar van alle gronden in de gemeente. We zijn natuurlijk druk met openbare ruimte. Maar we hebben daar echt de bedrijven, verenigingen, maar ook sportverenigingen en ook gewoon particulieren hard bij nodig, omdat we het echt samen moeten doen. Nou, we staan nu midden in een proeftuin waarin we hemelwater opvangen en ook zorgen dat er geen wateroverlast is voor het gemeentehuis. Dus we hebben bijvoorbeeld een pop-up stuw bedacht die, als die vol loopt met water, komt die stuw omhoog. Dus dat is eigenlijk gewoon een fysieke ingreep om het gemeentehuis droge voetjes te houden. We zijn hier bezig met het afkoppelen van het straatoppervlak vanaf het riool. Dus als het nu regent, in de huidige situatie zal het water naar het riool lopen. Nou, op een gegeven moment is dat een keer vol en dan komt het in de huizen naar boven. En wat we nu doen is zorgen dat het water wat nu naar beneden valt en op de straat in komt, dat gaat naar het oppervlaktewater. Dus gewoon naar het water wat hier omheen ligt. En dat voeren we op die manier af. Het is erg belangrijk dat iedereen daarmee met het thema aan de slag gaat. Hè. Dus je ziet dat heel veel overheden doen, hè, zoals de gemeente, maar ook het waterschap bijvoorbeeld. En wat kunnen mensen thuis nou doen? We hebben iedereen ook aangeschreven, alle huishoudens in Houten. We hebben een regentonactie gehad waarin mensen aan hebben gemoedigd om een regenton aan te schaffen. Dus we proberen op alle mogelijke manieren bijdrage te leveren. Ik woon hier al een tijd en ik hoorde veel over ontstening. In de gemeente Houten hoorde ik erover en ik zag dit stuk hier, het was een en al steen. En ik dacht, dat kan leuker, dat kan mooier en groener. We hebben eigenlijk verschillende vlakken gemaakt. Dit is de eetbare hoek met wat kruiden, wat eetbare bloemen en wat groenten en dat soort dingen komen hier te staan. Daar, dat is wel leuk, hebben we een natte hoek. Dit ligt ietsje lager en daar gaan we ook de regenpijpen nog op afkoppelen en daar naartoe laten lopen. Er is een vijvertje met kikkervisjes en wat meer wat nattere planten. Dus zo hebben we eigenlijk verschillende hoeken en vakken gemaakt. Ik vind de plantjes heel leuk, dat het echt van een hele kale stenen vlakte zo'n afwisselend deel is geworden met zoveel verschillende plantjes. En dat het vanuit de buurt, als je hier bezig bent, iedereen die langsloopt, die maakt even een praatje en die zegt het is niet alleen voor ons leuk, maar gewoon echt voor iedereen die hier langs fietst en loopt. Ja, vergroen je tuin, dat is de gouden tip. Dus je zorgt dat er meer water wordt opgevangen en het wordt koeler in je tuin. Biodiversiteit neemt toe. En er is natuurlijk ook een sociaal component. Ik moet soms een halve minuut wachten tot het douchewater warm is. En dan zet ik mijn gieter eronder. En dan is die eigenlijk elke dag wel vol. En dan kan ik die hier mooi gebruiken. Hou op met het verstenen van je achtertuin. In je achtertuin wordt het gewoon superheet met al die warmte. Binnen wordt het gewoon 2-3 graden warmer. Leg daar gewoon een mooi grasmat aan of iets anders. Het ziet er ook veel beter uit. Het is veel beter toeven. En je helpt het milieu dus wel mee. Want maakt het echt een verschil? Echt zeker weten. Ja.